Een tijd geleden heb ik een reeks video's gemaakt over dashcams die plaatsvinden hier in Nederland en het drama wat er omheen plaatsvindt. Nou blijken onze zuidenburen ook hun eigen variant te hebben. Genaamd, deskamp compilatie België mei 2019. Dat was het eerste resultaat wat ik vond en daar gaan we vandaag naar kijken. Compilatie van dashcam beelden opgenomen in België mei 2019. Al bijna in slaap zegt. Wereldschokkende compilatie. De eerste comment is niet veelbelovend. <laughs> Eerst invoegen, daarna kijken. Heerlijk. Staat er een geparkeerd. Eh, hey, Joppa! Nou, dat valt inderdaad nog mee. Wat is het geluid? Hebben, hebben ze in België geen geluid bij de dashcams? Gevaarlijk kruispunt. Ah joh, lekker fietsen. Lekker voor de sodemieter rijden. En dan zelf de fout krijgen. Oh heerlijk, lekker inhalen in een bocht. Zo slim. Zo slim. Dat is blijkbaar gewoon een universeel probleem. Dat heeft niks met Nederland te maken. Er zijn clowns over de hele wereld. Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Prime Gaming. Prime Gaming is onderdeel van het Prime-abonnement. Zoals sommigen van jullie weten, krijg je dan elke maand exclusieve content voor jouw favoriete game. Zoals onder andere skins, currencies, noem maar op. Dat is onder andere beschikbaar voor FIFA 22, Apex Legends, Doom Eternal, League of Legends, For Honor, Valorant, PUBG en nog zoveel andere titels. En je krijgt zelfs een gratis Twitch-abonnement erbij, die je kan incurseren bij je favoriete streamer. Dat mag ik best zijn. <laughs> Deze aanbiedingen kan je vinden op Twitch hier rechtsbovenin. Ga naar de Twitch Gaming Loot pagina. En bij Prime Gaming zitten zelfs gratis games erbij. Zoals je kunt zien, Prime Gaming heeft zoveel geweldige aanbiedingen voor al jouw favoriete games. En hij update elke maand. Gebruik mijn linkje in de beschrijving, meld je aan voor Prime Gaming en incasseer al deze geweldige aanbiedingen. Prime Gaming, dankjewel voor het sponsoren van deze video. Gaan we nu door naar de content. Oh, dit is veel te krap. Oh, dit is zo veel te krap. Uh, ik zou die gast toch een partij vervloeken. De compilatie is bijzonder tam. Maar het wordt ook allemaal opgenomen door één persoon. Ja, vind je logisch. Het is toch... Oké, okay, het is inderdaad een compilatie. Maar waar mijn verwachting, waar mijn hoop lag... is dat het een collectie was van allerlei droeftoeters... die allemaal beelden hadden ingestuurd. Is het niet? En ik ben teleurgesteld. From the Wat een ellendig kut like, kruispunt. Like was, like oh, nou, oh, eerlijk. Goed. Laat gewoon zijn kenteken zien dan. Fuck, hè, mensenkut kut Picasso. Rustig straatje staat een. Uh... Ik wilde zeggen een Post.nl-bus. Maar... <laughs> dat is niet hoe het werkt. Een Post -B -E bus dan. Pakketjesbus. Die gaat er langs. Oh, die gaat lekker. Oh, die gaat er links langs. Ja, dat is niet hoe een kruispunt werkt maar blijkbaar ook weer, weer wel, want die Renault, die blauwe Renault hier verderop, die stopt er voor wat? Saus? Deze heet Pinkers in optie. Wat zijn Pinkers? Ah, knipperlichten. En? 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 hè? Wie doet het nou niet? autos oh, ja, die BMW rijders, dit dat Weet weten niet wat knipperlichten zijn. Wat, wat zien we hier? Verhip? Een Audi? Hè? We, we ha? Hoe kan dat nou? Of uh, zit ik nu gewoon te cherry picken? Nee. Nee, Audi-rijders oh, zijn nou eenmaal zo. Ik moet zeggen, ja, nee. In, in vergelijking, uh, België, met jullie noordenburen. De Nederlanders. Bijzonder tam. In Nederland hadden we al vijf klappers gezien. Nou, weet ik niet of dat zeg maar iets is om te pronken. Maar qua entertainment value en spectu spe spectaculariteit. Als dat een woord is. Pakt uh, Nederland toch wel de troon. Kroon. Is dat achter hem? He heeft hij nou groot licht? Of uh, is gewoon die... Um, die dashcam uh, overbelicht. Oeh, dus is krap. Oeh, rechts inhalen. Legger. Legger. Oeh. Legger. Gekke rotonde ook wel. Heel veel aanstekingspunten. Oh, exact dezelfde rotonde. En dan gebeurt het exact hetzelfde weer. Wat een gelul. Alweer dezelfde. Hoe vaak rijdt deze guy op deze rotonde? We weer hetzelfde. Joink die Mercedes er maar voor. Ja, joh. Yeah, Gewoon weer dezelfde rotonde. Wat een, wat een ellendig kudding. Maar eerlijk, kijk ook gewoon. Uh, wat is dat wat er staat? Volgens mij een Volkswagen. Die kan toch heel lastig, zeg maar, achter zich kijken. Want het valt misschien net even lelijk in zijn spiegel, dat hij het niet goed kan zien in zijn spiegel. Maar het is ook een hele ellendige draimte. Het gaat verder dan je je hoek, zeg maar. Dus ja, je ziet niks daar. Dus dit is gewoon een ontwerp van Fessie. Want als je daaraan komt rijden, je kan naar links kijken. Je kan iets verder dan naar links kijken, maar. Moet, zeg maar, de, deze bestuurder moet al aangesloten zijn bij de haaientanden. Voordat uiteindelijk die andere bestuurder deze kan zien. Maar ja, deze heeft natuurlijk eerder voorrang op wat er van links komt. Dus dit is gewoon echt een kutontwerp. En gebeurt, daardoor gebeurt dit honderd keer. Ja, dan kan je wel zitten toeteren. Maar uh, stuur gewoon even lekker een brief naar Rijkswaterstaat dat ze die troep even moeten omgooien. Oh, wacht. Misschien hebben jullie dat niet in de BE. Weer? Wat is dit? Compilatie van dezelfde rotonde? Hé, hey, verhip. Die staat aan de verkeerde kant van de weg. Honk, honk. Ik moet er langs. Ah joh, lekker blijven staan. Goed. Handig. En dan ineens gaan als die andere gaat. Goed. Slim. Handig. Vooruit. Nog steeds geen kletter gevonden, overigens. Verdomme dag. <laughs> Wat zegt hij nou? Tikt ze spiegeltjes. Eerlijk? Schuld van de bestuurder. Kijk, want je ziet het. Rem. Rem gewoon. Je ziet dat er niet genoeg ruimte is voor twee naast elkaar. Je ziet zijn positie op de weg. Rem. Probeer hem een beetje hier zo. Desnoods achter deze golfnet te zetten. Gewoon een beetje aan de kant. Maar door zelf eigenwijs ook door te gaan. Want kijk, het ding is: die witte uh, bestuurder. Die ziet het slecht omdat hier een hele grote aanhanger met troep staat. Dus je kan moeilijk de bocht doorkijken. En aangezien je zelf wijder staat, is het dan toegankelijker voor jou om rustiger die bocht te benaderen. Ja, en dan doe je spiegeltje tik en dan is het. Verdomme zacht. In die zachte G. Belgen kunnen niet boos zijn. Gevaarlijk kruispunt. Opletten. Hé, hey, fietsers, willen jullie dood? Oh, nee, maar dan is het mijn schuld, hè, als jij me met je fiets voor kachelt. Oeh! Oh. Die gaat vol op de muil. Ha, hè, zij, ja, het is wel een hij. Oeh, die is lelijk gevallen. Nou, goed dat uh, die andere jongen even helpt met uh, direct aan de kant gaan. Heel goed, heel goed. Hé, hey, mevrouw, wilt u dood? <laughs> maar vooral niet kijken, weet je. Vooral niet kijken. Doe wat je wil. Hier, want ze staat stil. Ze staat stil. Ik, ik kan het terugspoelen. Kijk. Staat stil. Hij heeft geen. Maakt geen aanstalten. Ziet dat de, de witte Audi rechts van haar gestopt is. Besluit gewoon sinds dat moment niet meer naar links te kijken. En dan eens ineens. hey. Hé. Kutzooi, ik ga dood. Ja, ze, ze weet dat ze fout zit, maar. Poeh. Ah, het is goed vanaf gekomen. Goed vanaf gekomen. Ze biedt er excuses aan, zoals ze netjes. Weet je, uiteindelijk zijn we gewoon blij dat er niks is gebeurd. Want het zou toch wat zijn geweest. als we op een motorkap lagen. Er komt een bus van links, gevaarlijk kruispuntbord. Rustig aan Oh, ja. Er kwam er nog één aan. Maar het is blijkbaar geen voorrangsweg. Dat is... Dit is ook weer echt design van dikke kut. Waarom? Kijk, er staat wel een gevaarlijk kruispuntbord. Maar waarom van dit zijstraatje? Want... Uh, Oké, okay, hier helemaal links... Staat een bosje. Staat een dicht... Uh, begroeid bosje. Dus je kan niet goed zien aankomen of je kan niet goed de straten kijken van wat er aankomt maar blijkbaar waar die bus rijdt is dus geen voorrangsweg dus die moet voorrang verlenen aan wat rechts komt van deze bestuurder waar we nu in zitten kachel gewoon een paar van die haaientanden neer ook al is het een 30 km per uur zone ja ik vind het gewoon vreemd ik vind het vreemd heel, ge heel gek ontworpen gewoon gek ontworpen. Stom. Hier, nog, nog, en nog eentje van rechts. Die gewoon open is. Overal, ze, weet je wat? Weet je wat de Belgische ingenieurs gewoon dachten? Uh, weet je, zet maar gewoon uh, van die uh, ge gevaarlijke... Nee, ik kan het niet, sorry. <laughs> zet maar gewoon heel veel van die gevaarlijke kruispuntborden neer. Dan zitten wij gedekt. Maar, weet je, kijk. België heeft het met zich mee. Van alle deskundige beelden die we tot dusver hebben gezien, is het daadwerkelijk nog geen enkele klapper geweest. Dus misschien, weet je, misschien werkt het wel. Gaat hij, hij? gaat zeker op het laatste moment naar links. Maar oh, valt mee. Hij ah, gaat er twee? Lekker. To be fair, tenminste ging hij versnellen of reed hij al sneller? Dat is afhankelijk van de snelheid. Want eigenlijk, degene die fout is dan in dit scenario, is degene die hier in het midden rijdt. Die is, dat heet onnodig links rijden. Je moet de regel hanteren: als je rijdt, rijd zoveel mogelijk rechts. En als jij langzamer rijdt op de middelste baan dan dat ze op de rechte baan rijden, dan moet je even heel gauw dat stuur naar rechts joinken. Aan de andere kant, die Mercedes doet ook gelijk twee banen in één keer. Ook al ziet hij. Deze bestuurder aankomen. Ook een twijfelachtig besluit. In mijn positie, ik had, als ik in de Mercedes zat, had ik gewacht. Nou, de rest van de compilatie is gewoon een bus die wordt uitgeladen of zo voor iets te lang. Interessant. Hieruit kunnen wij concluderen: er gebeuren helemaal geen auto-ongelukken in België. Het bestaat niet. Voor de ingenieurs die bezig zijn met de infrastructuur van Nederland. Zet maar gewoon overal gevalen kruispuntborden neer. Blijkbaar werkt dat. Want daar gebeuren geen ongelukken. Wel bijna, maar niet helemaal. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Twee video's staan naast mij, mocht je toevallig nog meer van mij willen zien. Like en abonneer. Tot ziens.